Zing je favoriete nummer zonder woorden te gebruiken. Wie gaat de ogen overgooien? Je ziet het in de Talent Room. Met wie zitten we hier? Nautje HWM. Nautje HWM. En met? Met Marcelon Poirier. HWM is een muziekduo die zorgt voor lossere heupjes. Met de nummers zoals Neukenpartij. Stiekem blijft ze vragen naar mij. En Hoeka. Maar vandaag nemen ze plaats op de bank van de Talent Room. En waar kunnen we jullie van kennen? Wat doen jullie? Wat maken jullie? Ja, over het algemeen gewoon muziek. Ja. Oeh, twee. Speel je graag onder invloed of nuchter? Nou, ik doe dat liever nuchter. Ja. Waarom? Nou, waarom dan? Ja, dan krijg je meer mee, denk ik. En ik drink sowieso niet, dus... Want je hebt ook nog, zeg maar, andere ambities, toch? Ja, ik drink niet en ik ben ook eigenlijk voetballer. Dus vandaar de combinatie. En als je niet zoveel drinkt, kan je meer uit je spel halen. Ja, klopt dat? Want we hebben hier ook mensen gehad die zeiden, ik moet de drank hebben... Mm-hmm. Omdat ik dan dezelfde vibe kan voelen als het publiek. Is dat zo? Ja, kijk, wat ik meestal doe voor het optreden... is wel gewoon sowieso een glaasje drinken. Dan kom je een beetje wel in die vibe. Houdt ook een beetje een stukje spanning weg. En dan kan je gewoon veel beter viben als je een drankje op hebt. Maar het is niet zo dat ik helemaal zat op het podium sta of zo. Dus dan liever nuchter in plaats van helemaal onder invloed? Ja, als ik moet kiezen, dan wel gewoon nuchter, ja. Ja. Begrijp ik. Oké. Ready? Ja. Welke keuzes zijn voor jou doorslaggevend geweest om te komen waar je nu bent? Nou, één, sowieso het stukje zelfstandigheid, sowieso. Ja, ik kom sowieso uit een buurt waar mensen sowieso heel snel naar je opkijken. Als je dus bijvoorbeeld voetbalt of muziek maakt. Natuurlijk heb ik heel wat al gedaan in de muziekindustrie hier in Groningen. Ik ben in ieder geval blij ook dat ik toch wel mee heb gedaan bijvoorbeeld aan een Simplon, aan een schrijverskamp met een collectief. Want daardoor ben ik ook op grote podiums komen te staan. Dus, word je daar ook beter van als je dat soort dingen doet, een schrijverskamp? En is het hoe meer uren je maakt, hoe beter je wordt? Of zeg je van het is gewoon talent en dat moet je dan, je bent direct daar? Of is het wel echt... vlieguren maken? Ja, kijk, als je met bijvoorbeeld bepaalde artiesten in een studio zit... die een hele andere muziekstijl hebben... dan ben je snel geneigd om ook een beetje uit je comfortzone te stappen. Mm-hmm. Waardoor je dus jezelf ook gaat ontwikkelen... en zo ook gewoon betere muziek gaat maken. Dus ja, antwoord op de vraag, ja, zeker. Ik zeg nog een ronde. Dat is wel een pittige vraag. Ja, hè, dat is een uitgebreide vraag. Zo. Kan ik? Je kan. Ja. Vijf. Zing je favoriete nummer zonder woorden te gebruiken. Ja, dan moet hij hem raden. Of wie gaat hem... Oké, zing je favoriete nummer om je woorden... Je mag het uitbeelden, neurien. Oké, mijn favoriete nummer. Moet ik even goed denken, man. Zo. Oké, ik doe gewoon random iets. Ja. Jungle? Ik hoor je. Jungle van Broederliefde. Broederliefde. Ja, man. Dat was snel, man. Ik had hem niet. Ja. Hoorde hem een beetje. Ja, maar hij deed het oprecht goed. Oprecht goed. Ja, man. Dat is mijn favoriete nummer, man. Zeker. Brengt me een goede vibe. Dus S van ABL, man. Ja, ik ga jullie heel veel succes wensen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Dit was Talent Room. En dan zie ik jullie volgende video weer. Doeg. Terug naar toen.